boos die hier kijkt. Hij wilde dus gewoon de afgelopen tijd niet van die oprit af. Oh kijk, hij loopt nu gewoon. Nou, dit gaat het. Kijk. En dan zien je handen er dus zo uit. Kijk die kopjes en die snaveltjes. Eens even kijken hoe het met de paardjes gaat. Oh, hier geen paardje te zien. Hier ook geen paardje te zien. Waar is Ax? Goedemorgen, liefje. Sta je lekker daar? Hoe hebben jullie de nacht doorgekomen? Niet geïnteresseerd. Ze zijn boos, denk ik. Dat ze daar moeten staan, heel de nacht. Oh, kom je toch wel? Goedemorgen, schatje. Hé, liefje Axje. Heb jij je een beetje vermaakt vannacht? Heb jij een beetje goede nachtrust gehad? Hallo, liefie. Hi, schatje. Oh, hallo. Ja. Je bent nog lekker in your face altijd. He? Je bent nog lekker in your face altijd. Martje, zusje. Hey. Hi, schatjes. Goedemorgen, liefies. Hoe gaat het ermee? Is onze band al sterker geworden? Nee. Martje? Ach, lief. Oh, nou, dit gaat best oké. Okay. Dit gaat best oké. Okay. Kleine drama queen. Kleine drama queen. Oh. Oké, nu zie ik er ook weer een beetje oké uit. Dus goedemorgen deel 2. Carmen is net aangekomen. Wij gaan vandaag weer eventjes wandelen met de paardjes. Zodat ze weer even op neutraal gebied dus elkaar kunnen leren kennen. Ik heb trouwens mijn outfitje van Kuur aan. Dit past natuurlijk niet extreem bij elkaar. Ik heb de lange mouwenversie van deze aan. En dus het vest. Het vest zit heerlijk. Alleen ik heb gisteren er nog even wat mee gedaan. Dus ik zit helemaal onder de modder. Aarde vegen. Dus dat is dan weer wat minder. Oh, poepie. Heeft het overleefd? Ja. Nachtje. Skatje. Ja. Mar is zo beledigd elke keer. Niet normaal. Zo beledigd. Oh, dit hoor je net is toch verplaatst. Dus ik moet hem inderdaad wel echt vast gaan zetten. Aan de onderkant. Popje, kijk hoe boos die hier kijkt. Wat met jou? Kijk, dit kan toch niet waar? Dit kan echt niet. Nee, dit kan echt niet. Hallo liefje. Hallo. Ben jij gewoon een beetje jaloers anders? Zijn we gewoon een beetje jaloers? Ja. Nou, gaan we weer. Ik zie, het valt op zich mee. Ja, gisteren was het wel echt veel erger. Dus ik zie het gewoon gestie. Ja, inderdaad. Hij staat ook echt voor zussen van ja. De toucher. Ja, ben je echt zus aan het beschermen. Wat is er? Wat doe je raar? Kijk nou, wow, zo lijkt Mar echt zo'n minina zusje. Ja. Skattie. Jij niet. Jij bent een monster. Ik heb dit gisteren namelijk helemaal gefixt en daarom zag ik er zo uit. Tenminste, daarom ziet mijn mouw er zo uit. Want ik heb dit allemaal natuurlijk gewoon gegraven met de grondboor. Alleen er zitten dus, zoals je misschien wel ziet, echt zoveel steentjes overal. Dus ik moest eigenlijk constant, als ik een stukje met graaf had met de grondboor, want de grond is ook heel los, omdat het natuurlijk allemaal losgemaakt is toen ze dit als oprit gebruikten. Moest ik dus met mijn arm erin om dat zand en die stenen eruit te halen. En dat keer 3. Dus dat was echt een groot succes. Maar op zich staan ze allemaal goed. Sommige was een beetje raar. Kijk, hier zit dat clipje dan helemaal aan de bovenkant. En hier zit dat clipje dan echt gewoon dik 10 centimeter onder de bovenkant. Dus ik moest soms even een beetje passen en meten. En nog even wat dieper. En even goed ze erin slaan. Maar volgens mij staat alles best wel stevig weer. En deze hoek was ook echt een drama. Ik had eigenlijk echt moeten filmen hoe ik dit gedaan heb. Deze zat al goed. Deze zat niet goed. Het was sowieso al heel moeilijk om hem erheen te krijgen. Dit staat, ja, het ziet er niet strak uit, maar dit staat echt heel strak. En toen moest ik dus weer het bovenste stukje, dus dit, moest ik dus weer dicht zien te krijgen. Nou, als dit al heel strak staat, wilde dit natuurlijk niet dicht. Dus ik heb letterlijk een spanband om die bios heen gedaan. Dat bovenste stukje onder die spanband strak getrokken. En toen kon ik dus net een heel klein stukje... dat vleugeltje erop krijgen. Alleen die schroef of die bout is lam. Dus als ik deze nu zeg maar doordraai. Dan draait heel die schroef door. Dus dat schiet niet op. Maar goed, het zit. Voor zolang het zich houdt. En ik heb even een nieuwe toegevoegd. Een nieuw gat geboord. En een nieuwe isolator erin gezet. En dit staat ook echt ziek strak. Ik deed gewoon zeg maar hier. Ik stond hier. En dan zo met mijn benen er tegenaan. En dan met mijn voet dus hier zo. Een soort knielen. En dan...
het ertussen duwen. Dus dit was echt mega strak. Maar goed, het is me gelukt. Ik was hier echt tot wat het donker werd gewoon mee bezig. Nou, het is een heel ander paard dan gisteren. Er staat nu een klein beetje te schrapen. Hij heeft maar één keer gehinnikt. Hij blijft om alle vier zijn beentjes staan. Ik kon de hoefschoentjes makkelijk opdoen. Hij heeft 3 kleine poepjes gedaan. Voor de rest is hij redelijk cent. Tenminste, niet zo achterlijk zoals je gisteren was, hè? Nee. Vooruitgang, hè, maar. Kom maar, liefje. Kom. Ik wil even filmen hoe jij nu zo... Ach, maar kom. Hoe jij nu zo over de oprit loopt, hè? Hij wilde dus groter de afgelopen tijd niet van die oprit af. Oh, kijk, hij loopt nu gewoon. Knap, hè? Jody, hoe knap die erop loopt. Het is nog wel een beetje onwennig. Maar echt niet zo meer als eerst. Wij zijn lekker aan het buiten lopen met de kinders. Daar is een actie nu voorop. We doen meestal Mar dan op de heenweg voorop. En nee, meestal het echt pas 2 keer dat we dit doen. En dan actie op de terugweg voorop. En dat doet ze echt super goed. Dus dat is echt heel fijn. Ze zijn ook heel lief tegen elkaar. Dus het moet toch binnenkort een keer goed gaan komen. En we zijn alweer thuis. Kom maar, ik wil even laten zien weer hoe goed je loopt. Knap, hè? Zo fijn, geen pijnlijke hoefjes meer. Nee, oké, geen draven. Ik ben weer terug van mijn boodschappenrondje. Ik heb als eerste een pilletje gehaald voor Woezel. Dus we hebben al afgesproken, als we Woezel zien, handdoek pakken, deuren dicht. En dan gaan we dat met z'n tweeën even voor elkaar krijgen. Dan ben ik langs de andere kliniek gereden om wormvuur op te halen voor de paarden. Toen Jennifer hier laatst was voor de paarden voor osteopathie. Toen kwam er waarschijnlijk uit dat ze maagwormen hadden. Daar Suske erger dan Mar. Maar ze had ook aangeraden van, nou, als je dan gaat ontwormen, kan je even beter wachten tot Axer ook is. En toen had ik dus contact met de dierenarts om dus een wormkuurtje te krijgen. Want dat soort wormkuren gaan alleen op dierenarts ding. En toen zei de dierenarts van, nou, maagwormen komen echt niet tot nauwelijks voor in Nederland. Dus dat lijkt me sterk. Dus het zou dan bijvoorbeeld om horseleitjes kunnen zijn. Die vorig jaar dan ingenomen zijn per ongeluk. En die dus nu uitkomen. Die nestelen zich ook aan de binnenkant van de maag. Dus ja, die kom je namelijk ook niet tegen in mestonderzoek. Dus ik heb deze meegekregen en de osteopaat was ook heel tevreden met deze. Dus dan komt het vast helemaal goed. Dus die ga ik eventjes aan de paardjes geven. Ik heb ringetjes opgehaald, want die waren natuurlijk te weinig. En ze hadden er 4 volgens mij. Dus ik dacht, nou neem ze gelijk maar alle 4 mee. En dan ga ik dus even de wormkuur aan die paarden geven. Hoi net misschien vandaag even fixen. En dan ga ik als eerste even de bakletters goed zetten. Want dat we ook echt even opgelost hebben, want dat ziet er gewoon niet uit nu ze scheef staan. De paardjes die staan hier om het hoekje volgens mij, als het goed is. Hi lieverds. Maar die staat van het hooi net. Oh, afstapje. Wow, er zit hier in één keer een gat. Geen idee hoe die erin komt. Maar ik breng bijna mijn lekker over. Maar Mardi is goed van het hooinet aan het gebruik maken. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Paardjes staan lekker op de bij te eten. Oh, het hooinet gaat echt alle kanten op. Misschien moet ik die inderdaad ook gewoon nog eventjes aan de onderkant vastzetten. Want anders gaat dat niet goed, denk ik. Nou, dit gaat het... Kijk. Maar gaat het goed? Misschien is het handig om ze even aan de onderkant ook nog even vast te zetten. Nou, op zich werkt dit best wel goed eigenlijk nog. Ik heb natuurlijk dit al helemaal erop zitten zetten. Dat zal wel natuurlijk nog steviger zijn. Maar dit ziet er ook gewoon echt best wel stevig uit. Maar dan doe ik gewoon deze aan de bovenkant. En dan doe ik denk gewoon deze aan de onderkant. Als dat het redt. Vast wel. Nou, deze kant wordt misschien meer een uitdaging. Nou, vast wel. Er zit wel wat rek op die dingen. Zit lekker Mar. Ja, liefje. Ik ga even jullie wormkuurtjes pakken. De paddock wordt hier trouwens best wel goed aangestampt nu, dus dat is wel fijn. Hier is het echt gewoon nog best wel mulachtig. Totaal niet erg of zo hoor. Maar ja, het valt wel op omdat ze hier natuurlijk veel meer lopen, dat dit gewoon wat lekker aangestampt. Dit is zeker het verschil met de inloopstal. Ook alleen al het kleurverschil met de inloopstal. Dit is alleen het donker wat je ziet, eigenlijk alleen de plekjes waar ze dan geplast hebben bijvoorbeeld. Maar daar moet ik even opruimen. Maar hier is het echt nog lekker zacht. Ik ben ook benieuwd of ze hierin gaan liggen of dat ze dit misschien toch... Nog niet dik genoeg vinden of zo. Maar goed, het is wel lekker dat het er ligt. En hier moet ik natuurlijk even een oplossing voor verzinnen nog. Maar dat doen we wel als short dresses. Ik heb 7 van de letters heb ik nu op de goede plek staan. De laatste nog niet. De laatste is de C. Maar ik dacht misschien is het wel leuk om even te filmen met hoe ik dat precies doe. Nou, zoals jij mijn handen ziet, komt er aardig wat werk bij kijken. Ik heb een schepje dingetje. Ik heb een waterpas. En ik heb een... kapotte rolmaat, die heb ik net per ongeluk kapot getrokken. Dus dat is jammer. Thijs en ik hebben al samen eventjes alle afstanden gemeten. Dus de C komt natuurlijk van 10 meter van beide kanten. Daar heb ik even hier een streepje gezet.
Dus dat streepje trek ik dan gewoon zo door. Kijk, in principe moet je hem wel echt op een goede plek hebben. Maar of je nou 1 centimeter naar links of rechts zit, maakt natuurlijk ook niet zoveel uit. Dus ik zet een streepje. Dan pak ik het blok. Die zet ik erop. Dus precies in het midden. En dan ga ik even meten dat die dus ongeveer 20 centimeter vanaf de kant zit. Zo moet. Nou, op zich is het wel redelijk. Misschien een klein stukje erachter nog. Dan ga ik met een schepje ga ik dit eromheen. Zet ik een vierkantje uit. Zo haal ik deze weer weg. Dan ga ik dit een stukje uitgraven. Het overgebleven zand, dat schop doe ik even zo aan beide kanten. Ik doe op de gok een beetje kijken of het allemaal een beetje recht is. Dan zet ik de letter weer terug. Doe je hem een beetje aan. Hoeft niet helemaal per se stabiel te zijn, want dat zie ik je later weer. Dan kijk je dus of die goed zit. Nou, hij zit redelijk goed. Misschien aan de voorkant een tikje omhoog. En zo zit hij ook redelijk goed. Misschien aan de rechterkant een tikje omhoog. Dus dan doe ik gewoon hier zo wat aarde weer. Niet te veel, want het was echt minuscuul, maar aanduwen. Nog een keer meten. Perfect. En heel scheef. Even kijken. Hij moet. Ik kan natuurlijk ook een beetje duwen. Nu zit hij wel nog net een tikje omhoog aan deze kant. Yes, perfect. En perfect. Nou, dat ging best wel makkelijk. Dan doe ik alles weer aan de zijkant zo er tegenaan. Zodat hij goed stevig staat. En het er ook mooi uitziet. Je hebt dus van die gaatjes erin zitten. Zodat je volgens mij ook haringen erin kan doen. Maar ik ga kijken of dit voldoende is. Om hem met de aarde gewoon tegen de grond te houden. Omdat er zo'n randje onder zit. En dan zien je handen er dus zo uit. Lekker. Dan zijn we in principe klaar. Dan staat hier de C recht tegenover de A. Natuurlijk alle Friese boeren met centen hebben een koe. Ik moet zeggen dat de A en de C waren heel makkelijk, want daar is het heel vlak. Maar hier zo zit natuurlijk wat meer een walletje, zeker bij die K erachter. Dus was het iets meer een uitdaging om ze recht te hebben. Deze staan ook wel redelijk op één lijn achter elkaar. De M, de B en de F die stonden niet helemaal fantastisch. Die B die stond ietsjes ver naar voren. Maar natuurlijk, omdat ik geen betonnen rand heb, is dat net ietsjes lastiger te zien. Maar ik heb hem ietsjes naar achter gezet. En op zich is het wel redelijk. Misschien net een tikkie. Maar op zich valt mee. Komt natuurlijk erachter nog een heggetje. Die komt gewoon hier achter te lopen. De bedoeling is dat het hier aan de voorkant dan gras komt. En dan de tweede helft, zeg maar. Dus als je dit door twee helften zou delen, zou hier gras komen en hier een heggetje. Zodat de heg aan de rand van de bedrading eigenlijk komt. Zodat je hem ook precies zoals je hem daar ziet. Tot aan de bios zo is gras. En van de bios daar wordt dan een heggetje. En voor de mensen die zich afvroegen of dan de rand van je bak niet gaat mengen met het zand of met de aarde, het gras. Ja, ik hoop het niet. Misschien gebeurt dat wel. En dan moet ik inderdaad nog even tijdelijk misschien een plankje ertussen zetten. Totdat dit helemaal mooi verstevigd en groen is. En totdat hier mooier een hoefslag in zit. Dan kan je ook gewoon de bak gewoon normaal slepen. En dan komt het wel goed. Er zijn punten waar dat wat duidelijker is en zijn punten waar dat wat minder duidelijk is. Hier zo zie je bijvoorbeeld dat de aarde best wel een stukje zo de bakrand inkomt. Maar ik denk dat het wel goed gaat komen. En anders dan passen we het weer aan. Ik wil ook eigenlijk aankomende week plantjes gaan kopen om hierin te zetten. Dat zou echt mega cute eruit zien. Zodat het dan voor YouTube weekje helemaal pretty is. Hey kleintje. Hey kleintje. Hallo. Wat heb jij op je ruggetje zitten? Een koud plekje. Hoe kom je daar in één keer aan? Dat had je gisteren nog niet. Heb je gevochten? Nou, wat raar. Wat een raar plekje heb je daar. Of is dat. Dat is wel de plek waar ik jouw pipetje heb gedaan eergisteren. Heb jij daar zitten krabben? Jeukte dat of zo? Zou een kat allergisch kunnen zijn voor een pipetje? Had ik trouwens al verteld dat het me gelukt is om Woezel zijn wormpilletje te geven. Dat was echt tot Woezel kwam. En toen heb ik er meegenomen in de woonkamer. Deur dicht gedaan. Handdoek over erheen. Een vlek? Een puisje? Oh nee, een puisje. Handdoek over erheen. Kop naar boven. Bek open. Pil erin. Toen spuugde ze hem eerst uit. Weer bek open. Pil erin. En toen at ze hem op. En toen liep er los. En toen was ze niet boos op me, want ze liet zich gelijk daarna weer aaien. Dus dat was fijn. Kijk, ze heeft een kale plek in haar nek. Zie je het?
op haar hals, waar dat plek van het pipetje zeg maar zat. Nee, aan de bovenkant. Zie je hem daar? Nee, kijk hier. Hier, kijk. Daar. Ja, maar ik weet niet of, of je een kat allergisch kan zijn voor een pipetje of zo. Zal wel dicht groeien. Ja, jawel, het is niet erg. Nou, ik ga even nieuwe voorbakjes halen. Kijk nou toch. Allemaal baby's. Wacht, ik ga kijken of ik iets dichterbij kan komen. Oh, kijk die kopjes en die snaveltjes nou. Dat jullie nog in die nesten passen, joh. Hey. Lijkt net of jullie er bijna uit gaan vallen. Nou, als je maar voorzichtig doet. Op zich val je redelijk zacht en zij je daartussen valt, dan heb je een probleem. Mooi, zit nu helemaal op vogelpop op. Niet, oké. Okay. Ik dacht dus dat ze eigenlijk gewoon een nestje zouden leggen. Oh, zitten met die bekjes open, zijn ze aan het voeren, wat schattig. Maar dat ze dus die nestjes zouden leggen, of dus eitjes zouden leggen. En ze, volgens mij hoeven ze maar 20 dagen of zo en dan zijn ze al geboren. En we hadden al een paar keer ook een dood klein zwaluwtje, die het dan waarschijnlijk niet overleefd heeft, gezien. Dus we dachten, oh, dan zijn ze echt al lang uitgevlogen, ze waren hier ook veel minder. Maar toen gingen ze even googlen en blijkbaar kunnen ze gewoon 2 tot 3 keer opnieuw een nestje leggen. Hoe noem je dat bij vogeltjes? Kijk, ik had trouwens hier ook nog wat schillen van een eitje gevonden. Super schattig. Ik vraag me trouwens ook af of er iets met de kipjes is. Want kijk hoeveel veren hier liggen. Lijkt wel gewoon het ook waar die kip zit. Lijkt wel alsof er eentje hier geslacht is of zo. Maar ze zien er allebei gewoon nog prima uit. Zou een kip ook een soort van verharen of zo? Kijk nou, gewoon grote veertjes. Als heel veel kleine veertjes. Al dat onkruid, joh. We gaan waarschijnlijk toch gewoon eerst een kippenhok kopen. Of ik krijg er één. Omdat ik een samenwerking heb met een heel leuk bedrijf. Dat pas in augustus, september volgens mij van start gaat. En die heeft een kippenhokken. Dus ik vraag of ik een kippenhok mag. Want eerst zou Sjoerd hem natuurlijk zelf maken. Maar hij zei ook al van ja, zeker. Of dan moeten we nu deze ren gaan aanpakken. Of we verplaatsen gewoon die ren daarheen. Maar we hebben natuurlijk even voorlopig geen tijd om even een heel kippenhok te gaan bouwen. Dus dan dacht hij, anders kopen we er wel eerst eentje. En dan doen we over een tijdje, maken we er wel zelf eentje. Dus toen dacht ik, oh chill, misschien kan ik dan een kippenhok krijgen. Dus dat zou natuurlijk heel erg leuk zijn. Maar dan hoeven we dat ook niet aan te pakken. Dan kunnen we dat op een gegeven moment gewoon gaan slopen. En ik weet nog niet wat we ervan gaan maken. Want uiteindelijk wordt dat een soort terrasje of zo. Voor kantoor en voor de studio. En dat wordt natuurlijk pas over een jaar of misschien zelfs pas over 2 jaar gedaan. Dus ik weet niet of we er dan nu nog echt iets mee gaan doen eigenlijk.